Dinsdagmiddag werd in het stadhuis in Nijmegen het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en de SP gepresenteerd. Het akkoord heet Nijmegen samen vooruit. Zoals verwacht zijn de thema's duurzaamheid, wonen en werkgelegenheid vooraanstaand in de plannen. Daarnaast is onder andere besloten dat de bussen definitief uit de Burgstraat verdwijnen. Wat voor ons ook heel belangrijk was, een stukje duurzaamheid natuurlijk. Hè? Dus de schone lucht in de stad, de energietransitie, dus woningen van het aardgas af. Zorgen dat de mensen met openbaar vervoer goed kunnen en goede fietspaden, looproutes, groen in de wijken. Dat zijn voor GroenLinks ook hele belangrijke punten. Maar ook inzetten op versterking van de economie. Want we hebben heel veel jonge mensen in de stad. We hebben een hogeschool, universiteit. Mensen willen hier graag blijven wonen, dus de bevolking groeit. Er zijn ook veel oudere mensen, dus we krijgen steeds meer mensen in de stad. Betekent ook dat je steeds meer mensen hebt die hier willen werken. Niet alleen wonen, maar ook werken. En daarvoor moet je zorgen dat er veel meer mensen een baan kunnen krijgen. We gaan met baanarrangementen, heet dat, werken. Dus wij zeggen, we krijgen iemand die bijvoorbeeld in de bijstand zit, die krijgt een traject van 3 jaar. Dan gaan we kijken samen met die persoon, hoe kunnen we jou aan een werkgever koppelen? Hoe kunnen we jou omscholen naar het nieuwe beroep? Welke begeleiding heb je daarbij nodig? En dan maken we afspraken dat als je dat traject van die 3 jaar hebt doorlopen, dat je ook echt een vaste baan krijgt. Echt de SSP's in het coalitieakkoord zijn, is natuurlijk het bouwen van de goedkope sociale huurwoningen. Maar ook de investering in de openbare ruimte. Dat we daar weer geld voor beschikbaar hebben. Maar, en natuurlijk het neerzetten van de wijkvegers, zodat de stad echt schoon gaat worden. Zwerfafval is een grote ergernis in deze stad. En wat we ook al echt hebben gehaald, is dat voor de huishoudelijke zorg natuurlijk mensen ook weer recht krijgen op minimaal 2 uur tot 3 uur. En als ze meer nodig hebben, dan komt er een maatwerkoplossing. Maar dat is toch echt wel iets wat wij erg bepleit hebben. Voor wat betreft de dorpersingel zijn we overeengekomen dat we zeggen, we kijken aan tot eind 2019. We geven alleen extra financiering vanuit de gemeente Nijmegen als de provincie en de gemeente Lingewaard ook geld bijleggen. Als zij dat wel doen, dan komt de dorpersingel er gewoon. Als zij dat niet doen, dan gaan we eind 2019 echt met elkaar om tafel of die er nog wel moet komen. Nou ja, je hoort ontzettend veel investeringen naar voren komen, terwijl Nijmegen op dit moment financieel niet al te goed voor staat. En dat vinden we heel jammer, want we hebben nog niet gehoord hoe ze het gaan betalen en waarvan. En als je kijkt, de stad volbouwen en in ieder geval een opgave daarin om deze stad aantrekkelijk te houden, om mensen te laten blijven wonen. Maar ja, hoe ga je de stad bereikbaar houden? En dat wordt ook niet besproken in deze presentatie. En dat vinden we erg jammer. Ik heb inderdaad een hele nieuwe portefeuille. Werk, inkomen, armoedebestrijding, ICT en facilitaire zaken hier binnen de gemeente. Ik vind het een enorme uitdaging. Het is ook echt een andere dynamiek, die portefeuille. En ik ga me daar straks even helemaal diep induiken en dan gaan we ermee aan de slag. Van de 7 beoogde wethouders is er maar 1 echt een onbekende in de Nijmeegse politiek. D66er Monique Esselbrugge. Wie is zij eigenlijk? Monique Esselbrugge is een vrouw van 47 jaar. Moeder van 2 prachtige dochters van 13 en 15 hier in Nijmegen op de middelbare school. Getrouwd, nog woonachtig in de gemeente Heumen, Malden. Maar wel van plan om zo snel mogelijk naar Nijmegen zelf te verhuizen. En ik werk nu nog bij de provincie Overijssel. Zit ik in het consumer management team en daar heb ik vooral de portefeuille stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit. Dus ik ga een nieuw avontuur aan, zowel als bestuurder in plaats van topambtenaar en met andere inhoud. Ik heb de portefeuille financiën gekregen. Economie, een van de grote opgaven waar we aan willen werken, dus de veerkrachtige economie. Verder ook nog binnenstad en toerisme. Ik zie daar allemaal kansen. En financieel willen we de boel graag op orde hebben en houden.